Anna is op bezoek bij Lalilou. Laten we beginnen met de blauwe blouse. Veel gaten. Oh. Satijnen rok. En het is versleten tot de gaten. Doe haar een zwart korset aan. Anna is zwanger? Laten we sproeten tekenen. De cape is bevuild. De aardjes zitten in de war. Arme Anna draagt al jaren dingen. Het meisje leeft zeer bescheiden. De ochtend is gekomen. Ik moet wat water halen. Oh, dat had ik niet moeten doen. Christophe? Hé! Hey. Lieverd, voel je je niet goed? Huh? Mijn buik doet pijn. Ow. De baby vraagt erom om geboren te worden. Ik heb een kinderwagen. Wow. Je moet naar de dokter. Mm-hmm. Oh nee, er vloog een wiel af. Ik draag je in mijn armen. Dokter, help. Mijn vrouw gaat bevallen. Zet haar in een rolstoel. Okay. Alles komt goed. Phew. En hier is Anna met haar zoon. Oh, mijn baby. Ik ben zo gelukkig. Groei gezond en gelukkig. Bye. Plastic kom. Lijm de servettenhouder vast. Omlijst het met schuimpapier. Versier het met strassteentjes. Bevestig het transparant het paneel. Weergave met cardiogram. Maak een been. Comfortabele wielen. De rijke couveuse maakt de indruk met de luxe en functionaliteit. Elsa is ook bevallen van een erfgenaam. Maar in de afdeling voor de rijken. Waar is mijn baby? Geen paniek, schat. Dat meisje ligt in de couveuse. Oh, mijn baby. Kom bij me. Ik kan je niet bereiken. De indicatoren zijn weer normaal. Wat een schoonheid. En absoluut gezond. Neem een royale beloning. Je hoeft me niet te bedanken. Ik doe gewoon mijn werk. Neem een plastic fles. Laten we het roesten. Buig de draadsteun. Zet het bad op de steun. Inclusief washandje. Het ziet er niet erg goed uit, maar het is oké om een bad te nemen. Het kind huilt. Wat is er aan de hand, zoon? Oh, eeuw, het werkt niet. Lieverd, ik heb wasknijpers nodig. Ik heb een idee. Er ligt zeker iets op de vuilnisbelt. Oh, ik heb het gevonden. We gaan de baby wassen. Laten we hem goed masseren. Oh, dat is anders. Hij ruikt lekker. Een schone baby betekent gelukkige ouders. Hemisfeer. Voeg een zachte deken toe. Laten we het bouwen. Versier het met glitterkant. Gouden kant. In plaats van wielen zijn er sleden voor de sneeuw. Laten we een decor toevoegen. Beperk model. Slee kinderwagen. Voor het eerst te koop. Laten we Elsa's familie bezoeken. Hallo. Het weer is prachtig buiten. Tijd voor een wandeling. Ze heeft een hele reeks kinderwagens in alle soorten en maten. Met welke moet ik gaan wandelen? Te open. Zoveel opties. Oeh, ik weet wat we nodig hebben bij de sneeuwweer. Maak je klaar voor een avontuur, lieverd. De kinderwagen glijdt gemakkelijk door de sneeuw. Uitstekend uitzicht. Bewonder de landschappen van Arendelle. Het is allemaal van ons. Laten we de planken klaarmaken.
Maak een houten kist. Maak een hamer. Heb metaal verouderen. Versterk de hoeken. Een hamer. Een schroevendraaier. Spijkers voor het geval dat. Een set gereedschap helpt bij de reparaties. Olaf zorgt voor zijn neefje. De jonge moeder rust. Plotseling vlogen de luiken open. Het weer is verschrikkelijk. Wat gaan we doen? Stil, lieverd. De wind blaast alles in huis weg. Waar is mijn gereedschapskist? Laten we nu het raam dicht spijkeren. Hier is het. Nu hoeven we ons geen zorgen te maken over het weer. Zonder jou was het me niet gelukt. Allemaal dankzij het gereedschap. Laten we magie gebruiken. Maak vakken van geëxudeerd polysysteen. Bevestig details. Maak het metaal getint. Voeg tandwielen toe. Maak het display. De telmachine zal het exacte bedrag vertellen. Tijd om op te ruimen. Yay! Ik heb een VIP-schoonheidspakket nodig. Okay. Natuurlijk, mevrouw Elsa. Monica zal voor uw dochter zorgen. Ga zitten en geniet. De professionals gaan aan de slag. Laten we het haar fixeren. Jullie zijn een geweldig team. Woe. Hoeveel moet ik betalen? Hm? Hier is het eindbedrag. Olaf, breng me mijn geld. Een kar vol geld. Wow, hoe moet je ze tellen? Deze machine zorgt voor alles. Doe gewoon de biljetten erin. Het apparaat maakte het werk heel makkelijk. Laten we de draadslang buigen. Een net weven. Voeg een tafel toe. Massief wiel. Voetpedaal. Hier is de machine zelf. Voeg een slingerlogo toe. Alles is bedekt met mos. In de juiste handen kan deze oude naaimachine nog steeds zijn meesterwerk maken. Er was maar één lalidollar van het spaargeld. Ik moet op de een of andere manier geld verdienen. Er is een idee. Laten we de machine opstellen. Een emmer in plaats van een stoel is voldoende. Een stuk stof is genoeg. Yes. Anna raakt geïnteresseerd in naaien. Hoera, de jurk is klaar. Yay. Misschien vond iemand mijn product leuk. Uitverkoop, koop de outfit. interessante stijl. Wow. Ik neem het. Draag het met plezier. Thank you. Mijn eerste geld. Great. De handwerker slaagde erin om een hele garderobe te naaien. Ooh. Er is steeds meer geld. Nu heeft ons gezin niks meer nodig. Schets het silhouet van de etalagepop. Ga over de omtrek heen. Verbind de helften. Toon het been. Zet hem op 4 standaards. Geweldige etalagepop voor kleding. Anna's zaak is booming. Haar collectie zit vol met nieuwe modellen. Waar moet ik nog een jurk ophangen? Alles is bezet. En zonder etalagepop zal niemand het zien. We zullen een nieuw monster moeten bestellen. Hallo, bezorgdienst? Ja, ik wacht. Uw pakje, juffrouw. Oh. Bedankt, hou het wisselgeld maar. Ja. Hier is mijn baby. Perfect voor deze jurk. Nu is de salon zo mooi als altijd. Yay. Zoveel klanten. Iedereen wil exclusieve looks. Uh-huh. Anna's jurken zijn een groot succes. Maak een vierkant van piepschuim. Een cirkel. Maak gaten. Voeg verlichting toe. Verzamel de details. Zet het op een poot.
rijk of arm. De pijl zal beslissen. Het Rad van Fortuin neemt op. Voel je je gelukkig? Wie is er klaar om zijn lot te beproeven? Olaf doet het weer. Laten we het erop wagen. Ik eerst. Ik ben rijk geworden. Gefeliciteerd. Hou het geld maar. Elsa, het is jouw beurt. Oké, één beurt. Oh nee, alles is veranderd. Maak je geen zorgen. Neem een dollar. Ik ga op weg om een zakenplan te bedenken. Een nieuw spel is begonnen. Waarom draai ik niet? De pijl viel op rijkdom. Anna zorgt voor de tuin. Anna, Elsa, help! Ik ben mijn wortel kwijt. Alleen de laatste is nog over. Oh, mijn redder. Olaf's wortel. Laten we hem opeten. Lekker. Elsa, wat heb je gedaan? Kan niet rondlopen zonder neus. Oh, Olaf is echt overstuur. Er is een portaal verschenen. We moeten Elsa een lesje leren. Veeg dit gezicht af. De stof is vies. Knip rokpatronen uit. Maai het. Goed. Eeuw. Natte doekjes zullen een topje maken. Pas het, Elsa. Oké. Laten we de look afmaken met een corset. Gaten, vlekken, slijtage. Het arme ding heeft geen geld voor een nieuwe jurk. Elsa raakt eraan gewend om blut te zijn. Ah, pech. Ik vond alleen een stuk schors. Mijn buik rommelt. Wat kan ik eten? Laat op de planken kijken. Leeg. Je hoort een geluid. Wie verstopt zich daar? Er zijn overal muizen. Oh, je liet me schrikken. Oh, ik kan een bananenschil koken. Nice. En die met jou delen. Elsa sloot vrienden met de kleine knaagdieren. Anna, laat je gereedschap vallen. Je bent nu rijk. Wauw, wat interessant. Een blouse gemaakt van dure stoffen. Knip de cirkel uit. Wauw, handgeschilderd. Versier met bloemen en strass. Een gat. Pas de rok. Oh, wauw. Prachtig. Yes. Gouden corset zal deze look aanvullen. Ziet er geweldig uit. Maak stoffen klaar voor de mantel. Ziet er luxueus uit. Good. Een kroon schittert bovenop. Anna is ongelooflijk rijk. Het is heerlijk om over de wereld te vliegen. Laat me hier alsjeblieft. Ja, uw hoogheid. Oh, het is prachtig om rijk te zijn. So good. Is dit een geldboom? Wow. Yay. Ik zal op de harp spelen. Juffrouw Anna, het is tijd voor uw bad. Zo. Gouden voetbad, ongelooflijk. Het is ontspannend. Aha. Hallo Olaf, kom voor de thee. Yes. Ik wacht op je. Oké. Anna baadt in de regen van rekeningen. Olaf, draai aan het Rad van Fortuin. Okay. Wat staat je te wachten? Arm leven. Oh nee. Oei, 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 oei. Hij kan niet leven zonder wortels. Daar gaan we. Thank you. Voeg mos toe. Het arme ding heeft zijn tand verloren. Doe een jute sjaal om. Een vuilniszak in zijn handen. Het is Anna. Ze heeft me uitgenodigd. Oh, wow. Ik kan er niet zo uitzien. Neem dit. Gouden ketting. Luxe bril. Nice. Ik kan Elsa nu bezoeken.
Elsa wacht op het bezoek van de sneeuwman. Dit heb ik tenminste. Ik zal de tafel dekken. Hier ben ik. Hallo. Oeps, ik moet mijn tas verstoppen. Hoe gaat het met je? Goed, ik red me wel. Oh, een traktatie. Wie is dit? Auw, mijn neus. Sorry, het zijn mijn nieuwe vrienden. Er rinkelt iets. Ik weet het niet. Misschien is het een bel. Het is hier ergens in de buurt. Dat is vreemd. Olaf, waar ben je? Ew, that's just weird. Anna, wacht. Dit is een schande. Waar is onze thee? Louisa. Ja, mevrouw, alles is klaar. Dat is beter. Oh, ik moet me omkleden. Klaar. Anna, mijn vriend, hoe gaat het met je? Good. Olaf, je zit vol verrassingen. Maar deze neus is niet goed. Gouden wortels voor meneer Olaf. Veel beter. Nu zie je er onberispelijk uit. Anna en Olaf gingen zitten en ze genoten van de thee. Knip de opening van de doos uit. Vouw het gouden pakje. Wauw, hoeveel lalibugs. Stapelen maar. Servetten? Versier met halve kralen. Maak een logo. Wauw, Lali Vuitton. Lali koopt tissues. Anna verwacht een baby. Wat moet ik doen? Mijn favoriete tv-show is altijd leuk. Misschien niet vandaag. Oh, dat is zo ontroerend. Juffrouw, hoe kan ik u helpen? Ik ben zo verdrietig. Donuts zullen helpen. Wacht even. Hier. Nee, nee. Ik wil nog een grote zachte donut. Een kussen. Oh, sorry. Niet slecht. Maar ik wil het niet meer. Hoe kan ik je een plezier doen? Hallo? Oh, Anna. Huil je? Ik ben zo emotioneel. Neem wat servetten. Geld is altijd goed. Wauw. Het is gelukt. De vrienden baden letterlijk in geld. Lalilu Markt. Oh, laten we de zak lenen. Vul met hooi. Naaien met een niepmachine. Stop het in een tank. Zo vies. Zakken hooi. Muizen maken gaten. Wow, Elsa is ook zwanger. Lieverd, ik ben thuis. Hello. Ik heb een hoop zakken meegenomen. Waarom? Oh. Nou, je hebt kussens nodig. Ik maak een bank. Wow. Frame de doos uit. Kussens met hooi. Probeer te gaan liggen. Okay. Wauw, dat is geweldig. Echt comfortabel. Ik ben bereid om alles te doen voor mijn vrouw en baby. Rust uit, lieverd. Kies een toilet. Ze zijn te eenvoudig. Neem een maatglas. We willen het in goud. Een glimmende zitting. Maak een gouden tank. Het deksel van de kraal ontbreekt. En een stoelhoes. Accessoires. Misschien de kroon. Zet hem op een voetstuk. Papierrek inbegrepen. Troontoilet. De rijken kunnen zich alle grillen veroorloven. Olaf bezoekt een vriend. Ik moet dringend naar het toilet. Ik wil ook. Hey. Ik ben eerst. Wauw, dit is chic. Toilettroon. Prachtig. Ik voel me zo belangrijk. Oh, wow. Wat doet deze knop? Olaf werd weggespoeld. Wat doe je daar? Olaf, ik kom naar binnen. Waar ben je? Alleen een takje is over. What? Nu kan ik eindelijk de badkamer gebruiken. Elsa ruimt op.
Het is tijd om hier weg te gaan. Hatsjoe! Kijk naar dit stof. Wat is dit geluid? Het geluid kwam van de pijp. Wat? Is hij verstopt? Wat is het? Hallo Elsa. Hi. Je zit onder het slijm. Stempels erbij. Dit hebben we nodig. Een kwast. Knippen en vastmaken. Blijft over om het in te pakken. Kies de bodem. Blijf werken. Deze is simpel, maar kan verstopping aan. Ik ben net begonnen met schoonmaken. Ik moet je schoonmaken hiermee. Nog een beetje meer. Je zou de deur kunnen gebruiken, weet je. Wacht, waar komt die bril vandaan? Geen idee. Het riool bracht me. Neem een plastic container. Knip de bovenkant eraf. Bedek de gouden stof. Zacht schuim. Knip de kussens uit. Bedek met stof. Leg ze samen met de achterkant. Veiligheidsbeugels zijn een must. Laten we een decor tevoorschijn toveren. Luxueuze strik. Geweldige veiligheidsautostoel. Anna is ontslagen uit het ziekenhuis. Word gezond en rijk. Zeker weten. Louisa trok de auto voor. Hallo. Alsjeblieft, mevrouw, uw auto. Bedankt voor alles. Goodbye. Baby hier. En ga zitten. Oh. U kunt uw kind niet vervoeren zonder autostoel. Wat moet ik doen? Ik was het bijna vergeten. Een luxe autostoel voor een rijke baby. Ooh. Het is mijn dochter waardig. Dat is het. Perfect. Let's go. Bye bye. De auto vloog langs Olaf. Er is een plan. We moeten de zussen herenigen. Wegen van zijn stokken. Verdeel in tweeën. Gelijke stukken hout. Bouw de muren. Comfortabel handvat. Zet het wiel vast. Verf het hout. Wikkel het handvat met een touw. Leg gras. Kies stoffen. Een kleine deken. Bescheiden rolstoel. Elsa heeft het nodig. Elsa is een jonge moeder geworden. Oh, mijn lieve kleine baby. Ik ben gelukkig. Ah, what? Coole drift. Stop met rotzooi, lieverd. Laten we een ritje maken. Wees voorzichtig. Oké. Okay. Laten we gaan. We moeten een ontmoeting regelen. Laten we de verkeersregels veranderen. Bravo! Stop hier. Oeps, de weg is geblokkeerd. Dat was hier eerst niet. Tuurlijk. Is dit het eind van de weg? Elsa? Oh. Anna, ben je nu moeder? Wauw. Ons plan heeft gewerkt. Yippie. De families zijn weer samen. Ik kom voor een auditie. Jouw type is wat we zoeken. Maar we moeten je uiterlijk een beetje veranderen. Wauw, zilveren oogschaduw staat je echt goed. Deze tint is perfect. Maak het haar compleet met zilveren extensions. Hey, wat is dat? Snap, het kapsel is klaar. Geweldig. Een riem met een sneeuwvlok zal de taille benadrukken. Brokaat lint verandert in zilveren franje. En klik.
Wintermagie bracht het meisje laarzen. Er is een trein bedekt met sneeuw achter Elsa's rug. De zilveren koningin van ijs en sneeuw ziet er prachtig uit. Op hun weg stopten de jongens bij het hotel. Maar wat is dat voor een interieur? Oh, het is zo smakeloos. Hey. Oh no. Het is niet erg. We maken het wel. Wat magie. Wow. Dat is veel gezelliger. Wat als ik smelt door een open haard? Nu kan Olaf ontspannen en een ijsje eten. Het is hier zo warm. Oh, dame, wil jij de ster zijn in een nieuwe Laliloo-video? Het ziet er geweldig uit. Heldere lokken van haar werden vlechten. Geweldige stoffen. Nu is het tijd voor een korset. De stof glanst. Het korset is bedekt met gouden monogrammen. Een prachtige poezelige rok stroomt naar beneden. Anna houdt van haar nieuwe look. Anna liep rond in de haven. Abu verkocht vers fruit. En er was een nieuwe attractie. Een wensharp. Oh, wat is er gebeurd? Het is een wonder. Deze spiegels zijn perfect. Ik zie er geweldig uit. Zodra Elsa de kracht van het ijs gebruikte, werd alles bedekt met vorst. Verbind ze met rietjes die een draad hebben. We maakten een steun van een kegel van piepschuim. De vorst bedekte de takken en bessen. Bedek de spiegel met zilver. Ik zal moeten ademen op een spiegel. Hier, het ziet er aan elke kant beter uit. Oh, het is een zonnige dag vandaag. Ik zal gaan liggen. Elsa, sta op. Anna roept je. Hey, wat is die troep op mijn hoofd? Oh, kijk naar jezelf. Je takken steken uit. Anna, hoe gaat het, lieverd? Dat is waar. Ik zal eens beter kijken. Dat is het. Nu zal het niet smelten. Ik zal alles maken. Oeps, de wortel is ook bevroren. Je ziet er grappig uit zonder. Weet je, ik heb geen spiegel nodig. Ik zal zelf een kapsel voor je maken. Wauw, Olaf. Waarom heb je ons niet verteld over je talenten? Een plastic deksel plus een rietje is gelijk aan een gieter. Draai een handvat. Knip de tuit. Een steun voor een kaars zal het versieren. Voeg een basis toe. En klik. Gouden blaadjes verschijnen op de top. Het is tijd om voor de tuin te zorgen. Het is tijd om de planten water te geven. Auw, Anna, ik heb een probleem. Laten we vervangers zoeken. Welke groenten kunnen we gebruiken? Mais? Pompoen? Radijs? Misschien een aubergine? Niets is zo lekker als een wortel, maar deze is te klein. We moeten hem water geven. Ja, nu is hij gegroeid. Hij groeide zelfs te veel. Oh, lieverd, je bent niet alleen. Ik zorg al voor de baby. Laten we hem wassen met sneeuw en een kapsel maken. Olaf heeft een snor voor zichzelf gemaakt. Ze lijkt op Elsa. Laliloo, hier ben je. Een zilveren cirkel veranderen in een schattig rokje.
Een lint voor de bovenkant bleek onder een laagje sneeuw te zitten. En er zit een cape achter op haar rug. Kijk eens, wat een schattig meisje. Oh, ik hou van Olaf. Help! Mijn lieverd, laten we je in bed krijgen. Nou, vandaag was een vreemde dag. Dit deksel zal helpen. Wikkel het in aluminiumfolie. Bedek het met oranje klei. We hebben een rijpe pompoen gemaakt met gouden zijkanten. De soepterrine is bedekt met een deksel. Een spies werd een handvat. Voeg een blad toe en voilà! Wauw, ik heb al lang geen brieven meer gekregen. Elsa, je bent zo creatief. Wat, je komt snel? Ik kan niet wachten. Ik moet zo snel mogelijk pompoensoep kopen. Groenten, bedekken met een deksel. Hello. Olaf, let op deze schotel terwijl ik de tafel dek. Maar nieuwsgierige sneeuwpop stootte per ongeluk de pan om. Oeps, snel, dek de sporen af. Oh, het is nu schoon. Ik hoop dat Anna niks merkt. Oh, oh. Wat is er gebeurd? Elsa is er al. Anna brengt snel het hoofdgerecht naar buiten. Maar het etentje is niet doorgegaan. Er lag alleen een briefje met excuses. Olaf was bang dat hij in de problemen zou komen. Maar iedereen lacht alleen maar. Neem een vorm om te bakken. Snap. Het kromp. Ja, een trampoline. Hé, hey, breng een matras eens hier. Bedek het met stof en voeg een basis toe. Oh, het is zo zacht. Het bed begon te fonkelen met zilver. Snij een ijsbal om een halve bol te maken. Hoe leuk! Teken monogrammen op perkament met zilveren hete lijm. Versier het met sneeuwvlokken. De baby zal deze wandelwagensleeën geweldig vinden. Babysitter Olaf besloot de baby mee te nemen voor een wandeling. Maar het is onmogelijk om Elsa's dochter in te halen. Het tikkertje is voorbij. Oh no. Olaf scheiden in delen. Ik deed niet expres, sorry. Laten we het goed maken. Natuurlijk, mijn kleine snelheidsracer. Laten we naar huis gaan. Baby LOL-zusjes hebben blauwe ogen en rood haar. Deze vlechten komen me bekend voor. Een outfit gemaakt van een gouden lint. Snap, we hebben een jas gemaakt. De bloemen zijn eindelijk open. De molen maakt zulke aangename geluiden. Het is alsof ik in de hemel ben. Ik ga kijken. Waar is ze? Anna vond een baby tussen de bloemen. Baby, waar kom jij vandaan? Oh, het lijkt zo veel op mij. Lege slimecontainer. Een piepschuimbal werd een basis. Pluizige sneeuwpop met draaihanden bezette de sokkel. Draad werd rails. De sleeën zijn klaar. Voeg glycerine toe aan water. Een sneeuwstorm begon. Lieverd, kun je een paar minuten rustig zitten? En dan heb ik eindelijk mijn boek uit. Ik wil spelen! Wacht even alsjeblieft. Nee! Baby's emotie veroorzaakte een sneeuwstorm en de kamer werd bedekt met ijs. Oké, laten we een speeltje voor je zoeken.
Wil je een sneeuwbal? Of een ijsje? Misschien een sneeuwvlok? Oh, wacht, je vindt deze sneeuwbal leuk. Is hij niet mooi? Het winterverhaaltje kreeg de aandacht van de baby. Ik kan eindelijk rustig lezen. Knip een kindereiwikkel en verf het bruin. Er zijn overal strassteentjes. Glitterblaadjes werden een mooie zonnebloem met een glinsterend midden. Het draad wordt een stabiel frame. Leg er een kussen en een deken in. Nu zal de baby goede dromen hebben. Anna besloot om de baby een dutje te laten doen in de tuin. Maar ze moest een truc gebruiken. Anna plantte een magisch zaadje. Een zonnebloemwieg is klaar om de baby naar een slaperig land te brengen. Wat flessenmelk. En het is dutjestijd. Hoi, je bent precies op tijd. Kun jij op de baby letten? Natuurlijk, geen probleem. Veel plezier. Hey lieverd, laten we een milder spel kiezen. Mijn sneeuwballen kunnen er niet tegen. Hallo Olaf, kun je op mijn baby letten? Ze zijn allebei zo schattig. Geweldig. Oh, ik word duizelig. Olaf, maatje, wakker worden. Wat is er mis met jou? Misschien ben je in slaap gevallen? Oh meisjes, ik heb te hard gewerkt. Waar zijn jullie baby's? Je hebt het waarschijnlijk gedroomd.